Wim Daams uit Valkenswaard heeft een bijzondere hobby. Hij verzamelt pijpen. Heel veel pijpen. Wat is de eerste pijp die u gekregen heeft? Deze. Je moet ze bijhangen. Deze. Mijn zuster van de vrouw bracht er een mee uit Zwitserland. En dan op de schaal hangen. En dat vonden we schoon. En toen op een rommelmarkt is ze weer begonnen. Er zaten er 1, 2. En nou werden ze veel, hè. Want hoeveel heeft u er nu? Ik denk een 2047, zoiets. En waar haalt u al die pijpen vandaan? Wij gaan door de regel zondags van Venlo tot Mechelen, Tongeren, Spa, nou Den Bosch, Utrecht, heel die verzamelmarkt en zo af. Hè? En daar treffen ze aan. Hè? En mevrouw, wat vindt u er nou eigenlijk van? Van die, geweldig. Dus uw man mag eigenlijk van u, wat u betreft, wel het hele huis vol hangen? Voor mij wel. Ik heb er niks om. Rookt u zelf ook pijp? Ik heb zelf altijd pijp gerookt. Dan ben ik een paar maanden geleden gestopt en dat ik een ontsteking had onder mijn gebit. Maar ik begin er alweer mee. Ja, ik kan het toch niet laten, hè? Maar rookt u ook dan wel eens deze pijpen die aan de muur hangen? Nee. Ik vind dat zund. Ik heb pijpen zat voor te roken. Maar wat voor pijpen rookt u dan? Sint-Pieterse pijpen. Maar hoe lang mag u nou niet de pijpen roken? Ja, als ik morgen begin, dan gaat dat weer. Hè. Ik kan ze weer in mijn moule houden. Hè, zo. Kijk. De pijpen die hier allemaal hangen, waar komen die allemaal vandaan? Dat is Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken. En Hongarije komen er ook van. Ja, en uit China erin. En er wordt gewoon geen tabak in gerookt, er wordt opium in gerookt. Hè. Kijk. Maar u had ook een paar uit Cuba, zei u, hè? Ja, die Cubaanse pijpen die zijn niet mooi, die zijn heel lomp. En er zit ook geen verhaal aan, hè? Want die, als je die op straat tegenkomt, die wil je man, hè? Kijk eens. De boer die zussen en die willen. Nu hangen ze al in het trappengat. Ja. We moeten weer. Hoe ver gaat het? Ja, ik kan er naar boven. Maar kan het ook zo zijn dat de slaapkamer hiernaast ook vol hangt? Ja, dat valt kans van, ja. Want de vrouw hier al een paar keer gezeten. Er rijdt er nog een wand. Er kan er ook nog wel een deel bij. Wat is nou de duurste pijp die u heeft hangen? Dat is die van de Duitse keizer. Er zit de eursgeslagen Rijksmarktmunt die geslaan heeft, zit op die pijp verwerkt. Kijk, die is van 1904 en van het 17e regiment. Maar hier zijn er maar 3 van gemaakt. Hè? En de een die steen in Londen in het museum en de ander is naar zoek. En deze heb ik. En hoe duur is die hier? Ik denk zo rond de 200 euro. Dus eigenlijk hangt hier wel een kapitaaltje. Als je zo gaat kijken wel. Ja. Maar dat kunt met de kleine binnen en ik zou zeggen, het is een hobby. En de andere keer op vakantie en wij besteden ze daar weer aan. Hè? Dus die van de keizer van Oostenrijk is de duurste, maar wat vindt u dus zelf de mooiste? Dat is die pijp.